Whoa, what the fuck, what happened? Ik kwam deze nacht thuis om 4 uur s'nachts nadat ik had gechilled op het strand, een beetje op het pier had gezeten, een beetje Pokémon had gevangen, het was allemaal heel leuk. Ik kwam thuis, ik wandel naar mijn kamer, ik ga op mijn bed gaan liggen, klaar om te gaan slapen, en alles chill. Neem mijn telefoon, ik check Twitter en ik zie daar een of andere YouTuber hostage gehouden worden in haar kamer, verplicht om YouTube filmpjes te maken. Ik zag allemaal tweets van mensen, allemaal meningen, allemaal dingen. Yo, weet wat er aan de hand is, we snappen het allemaal. Check even serieus, eigenlijk weet niemand iets waar is gebeurd met Maria Joyce. Eigenlijk is alles wat online staat fake. Echt bijna alles. Allemaal conspiracies van mensen. Geëditeerde foto's, fake video's, fake tweets. Alles is aangepast. Niemand weet wat nog echt is. Wow, wow. Maar toch ga ik hier een video over maken omdat ik het belangrijk vind. Dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Smash zeker een duimpje omhoog als je dit soort video's leuk vindt. Ik ben Acid en ik zou zeggen, let's fucking go. Voor de mensen die niet weten waarover ik het heb, dan ja, de vorige paar seconden van deze video was waarschijnlijk erg moeilijk. Maria Joyce is dus een Engelse YouTuber die wel redelijk populair was, maar in de laatste 5 tot 4 maanden heeft ze een enorme persoonlijkheidsverandering gekregen. Ze begon ineens heel raar te doen in haar video's en haar kijkers hebben dat opgemerkt en hebben eigenlijk allemaal dingen gevonden in haar video's. En haar kijkers hebben eigenlijk allemaal secret messages gevonden in haar video waarin ze vraagt voor hulp, waarin ze zegt dat ze mishandeld wordt, waarin ze toont dat ze allemaal blauwe plekken heeft, wat dus lijkt alsof ze mishandeld wordt. En het lijkt eigenlijk in haar video's echt alsof ze aan de drugs zit. Ik wist niet waarover dat ging, ik had gewoon ook die tweets gezien om 4 uur 's nachts. Ik ben een beetje naar video's beginnen kijken en uiteindelijk zit ik nu hier. Ik heb nog niet geslapen en ik ben eigenlijk echt wel enorm geboeid door dit enorme, rare fucking ding. In haar laatste video is het eigenlijk gewoon één grote advertising video. En in die video kan je op een paar hele belangrijke details letten. Ze kijkt eigenlijk 90% van de video constant naast de camera, wat mij dus doet denken alsof er iemand achter de camera staat met een soort van script wat ze volledig moet voorlezen. Click the link or click this right now if you would like to buy their clothes. Ook lijkt het alsof, ik weet niet, alsof haar ogen constant dingen zien naast de camera, waardoor ze dan zo een grote pupilverschuiving krijgt. En dan zie je haar zo kijken, dan zie je haar ogen open gaan alsof ze de hele tijd dingen ziet die niet normaal zijn. But, I didn't say help you. My mom said something during the thing. And... I'm a bit sad with Sandpepper because I said that I forgive him. Het is echt zwaar fucked up, want als je daarnaar kijkt en je kijkt naar die video, ik zat daar net ook naartoe te kijken en ik dacht ook van, what the fuck? Ik had haar nog nooit gezien op YouTube. En waarschijnlijk de meeste mensen die haar nu tweeten ook niet. Waarschijnlijk is er maar een heel klein deeltje van de mensen op Twitter die haar eigenlijk echt kennen. Van voor alles. En die haar echt al keken van voor heel dit incident. Dus voor mij was het sowieso al fucking raar om iemand constant naast de camera te zien kijken. En constant haar ogen te zien opengaan. Zo van, what the fuck? Het is alsof ze constant dingen ziet die er wel zijn, want die niet normaal zijn. En dat is een beetje creepy. Dat is echt fucking creepy. Het eerste wat ik had gezien was iemand die een foto had gepakt. Post, waarin erop stond dat ze haar adres had gehackt, dat ze alles had gevonden van haar, dat ze al haar gegevens hadden en dat ze gingen swatten en zo. Dat ze allemaal politiedingen erop gingen afsturen om te kijken of ze nog oké was. En geloof het of niet, maar dit is dus wel gebeurd. Er is een politieding van waar zij woont naar haar huis gegaan om haar te onderzoeken en blijkbaar was ze helemaal in orde. Blijkbaar was alles oké en was er niks aan de hand. Politieding had dit getweet en ik dacht op dat moment ook gewoon van, yo... What the fuck? Is het stunt of niet? En dat is iets dat heel moeilijk is om te bepalen, want hoe kan je dat weten? Op YouTube is er al zoveel fake drama shit dat gewoon echt nog te moeilijk is om nu uit te maken van ja, is die shit echt of is het fake? Er zijn ook superveel foto's die gefaked worden, er zijn ook superveel video's die gefaked zijn, er zijn ook superveel tweets die allemaal geëdit zijn en al die shit komt samen en dan moet jij kiezen van ja, wat is echt en wat is fake? De globale vraag is natuurlijk, is het de publiciteit stunt of niet? Zijn die blauwe plekken fake? Fake of niet? Doet ze alsof dat ze aan het trappen is of niet? Heeft ze echt schizofrenie of niet? Het is zo moeilijk. Wat moet je doen? Wat kan je doen? Ze had dan ook getweet dat ze een soort van meeting had. Dat er een feestje was waar hij naartoe kon komen en mee kon feesten met haar. En dat is nu. Dat zou vanavond om 6:30 moeten zijn. Wat ik hier zeg is niet meer correct. Want terwijl ik dit aan het editen ben, heeft Maria Jones dit getweet. Dus hey guys, because of recent events, blah blah blah, not doing the meetup Wednesday. Dus het is verplaatst. Het is naar de 6e zaterdag. Dus hij gaat wel door, maar op andere datum. Oké, ja, let's go. Maar het feestje waarover zij het heeft, is pas op 3 augustus. Dus dat waren er allemaal
van die theorieën. Ja, ISIS gaat daar zijn, er gaan aanslagen zijn, er gaan mensen doodgaan. Zij zelf gaat doodgeschoten worden op die meeting. What the fuck? Het zijn allemaal dingen die opgemaakt worden. Dat zijn allemaal dingen die daar rondgaan op het internet. En sommige mensen nemen dat dan aan alsof dat echt is. En ja, dan ontstaan er fucking rare dingen. Dat is de reden waarom het internet zo raar is, snap je? Ze had deze ochtend ook gelivestreamd. En dat was echt een van de raarste dingen die ik ooit heb gezien. Die livestream was zo cringe dat ik gewoon echt heel raar naartoe heb zitten kijken. Op sommige momenten dacht ik echt dat ze gewoon vast zat met kettingen rond haar benen, rond haar bed. Want ze zat de hele tijd stil en ze ging soms gaan liggen, maar ze bleef altijd in dezelfde positie zitten. Op een bepaald moment draaide ze haar om en je zag dat haar arm vol met blauwe plekken stond. En iemand in de comments van die livestream vroeg: hey, waar komen die blauwe plekken? Wat is er gebeurd? En toen zei ze gewoon dat dat privézaken waren. Explain the bruises. It's actually a private story. It's quite a sad story. But like recently, it's actually the bruises. I wasn't okay recently, so like it's really sad about the bruises, but I can't say what happened. Het is allemaal echt heel vaag. Want op een bepaald moment vroeg er ook iemand: is alles oké? En dan deed ze zo het teken van met haar handen in handgebaren van nee, het is niet oké. Maar ze zei wel dat alles oké was. Dus het is zo fucking dubbel. Dus ze zei: yo, iedereen, kom naar daar om 6:30. Dan kun je samen met mij feesten. Deed ze met haar handen in het handgebaren van kom niet. Dat is fucked up. Ook heeft ze twee blauwe streepjes onder haar oog dat jullie kunnen zien. En die twee blauwe streepjes staan voor, ja, die staan gewoon voor mishandeld worden. Yo, what the fuck? Als dit een stunt is voor subs, dan is het echt gewoon het grootste waar ooit is geweest in de hele YouTube-wereld voor iets doen voor subs. Het overschrijdt DutchTuber en Armo was Right echt 10 miljoen keer. Mijn vraag is dan gewoon, als het al zo lang is, 5 tot 4 maanden, dat kijkers zien dat er iets is veranderd dan haar, dan zou het volgens mij echt wel een hele lange aanloop zijn om 5 maanden te wachten en dan pas te zeggen van ja, het is een stunt quo subs, ja. Het is ook raar dat het nu pas gebeurt, als het al zo lang is dat mensen zien dat er rare dingen gebeuren. Waarom dan nu pas? Waarom ontploft het nu pas? Alles valt te verklaren. Alles en wat mensen in vraag trekken valt waarschijnlijk wel te verklaren. Behalve één iets en is deze foto. Why the fuck ligt er een shotgun in haar huis? Kan je zeggen ja, ze woont in Amerika. Ze woont in Engeland en in Engeland zijn shotguns nog altijd gewoon fucking illegaal. Waarom ligt er een shotgun in haar huis? Niemand die het weet. Niemand. Dus dat is iets die fucking vaag is. Ook haar vriendje, dat is ook iets die fucking vaag is. Die guy had gezegd dat schizofrenie was en zo. Dat ze allemaal dingen had. Dat ze gewoon niet goed was in haar hoofd en shit. Dus yo, that's some fucked up shit. Haar vriendje had blijkbaar ook een drugprobleem. En dus waarschijnlijk is dat daardoor dat zij ook al de drug zit. En wow. Als ik zo kijk naar haar video, dan zou ik gewoon zeggen dat ze LSD neemt. Terwijl je ziet haar heel de tijd kijken en dan tript ze helemaal. En dan zou je denken, wow. But, I didn't say help you. My mom said something during the thing. And... Het is allemaal super raar. Ik weet zelf niet wat ik ervan moet denken. Daarnet zat ik echt zo diep op Reddit en 4chan en dat het gewoon echt super eng begon te worden. Echt zo dingen dat ze helemaal gek was van de LSD en dat ze werd vastgehouden in haar huis door haar mama en papa en gedwongen werd om video's te maken om geld te verdienen. Yo, that's some crazy shit. Het enige wat ik hoop is dat alles goed komt met haar. Ik hoop dat, ja, dat niet fake is. Maar eigenlijk hoop ik dat wel dat het fake is, omdat het fucking erg zou zijn. Snap je? Het is fucking moeilijk. Ik kan er niet echt iets over zeggen, maar dat heb ik nu toch gedaan. Kijk, mijn mening is gewoon, ja, steun haar. Check, dus het enige wat ik kan zeggen, als er echt iets zou zijn, gewoon alles doen wat we kunnen doen om haar te helpen. Hopen dat het allemaal goed komt, want dit is echt fucked up. Ik vond het ook super raar om naar haar video's te kijken. En er klopt gewoon iets niet. Het valt niet goed. Klopt niet. Haar gedrag klopt niet met de video's. Het is zo raar. Al die geheime berichten die erin zitten. Is het de bedoeling dat dat geheime berichten zijn? Is dat gewoon per ongeluk? Deed ze per ongeluk zo? Doet ze per ongeluk die twee lijntjes? Yo. Het is louche. Het is vaag. Maar het is wel nu top trending ding op Twitter worldwide. Iedereen is ermee bezig. Iedereen is nu gewoon FBI. Snap je? Mensen zijn nu gewoon harder aan het werken om uit te zoeken wat er is gebeurd met Marina Joyce. Dan echt gewoon werken voor hun school en zo. Mensen zijn echt fucking diep aan het graven en alles. Elke video opnieuw kijken in slow motion en letten op de achtergrond en letten op haar handen en zo. Het is echt gek. Het is gek dat je ziet dat heel de community van YouTube zo bij elkaar stikt om te zoeken waar aan het gebeuren is. Ik vind het heel raar en vaag. Ik vind het heel raar. Ik vind het moeilijk om er een conclusie uit te trekken. Omdat op dit moment in de YouTube-wereld ook zo moeilijk is om te onderscheiden wat echt is van het fake. Het is, ja, moeilijk. Wat denk ik? Eindconclusie. Ja, ik denk dat ze gewoon, ja,
drugs, sowieso drugs. Ik denk dat ik niet eens kan faken. Drugs is volgens mij sowieso een ding. Speelt sowieso een hele grote rol in alles, dat zie je. Ik denk niet dat je het zo goed kan faken. Ik denk ook niet dat je het zo lang kan volhouden om het te faken. Ik denk dat die blauwe plekken op haar arm ook gewoon zijn van mishandeling of zo. Dat kan je ook eigenlijk echt niet faken. Of je zou het dan met make-up en zo moeten doen, maar dat gaat er dan ook weer echt over. En ik denk dat ze gewoon echt een hele diepe depressie zit en waarschijnlijk ook gewoon schizofrenie heeft. Ik denk dat ze het heel moeilijk heeft, maar dat ze toch nog haar best probeert te doen voor YouTube. Maar dat dat zo moeilijk is dat je jezelf gewoon volledig sloopt. Dat drugs dan de enige uitweg is om nog een beetje normaal te functioneren. Dat is nu heel raar gezegd, maar ik denk het wel. Dus dat is mijn conclusie. Ik denk niet dat het fake is. Ik denk dat het allemaal legit is. Maar dat gewoon, ja, fucking erg is. Ja, dank om te kijken naar deze video. Vond jij nu leuk? Smet je zeker duimpje omhoog. Ik ben Acid. Laat jullie mening zeker weten in de comments. Hier discussieer ik echt graag over. Ik ga waarschijnlijk met meerdere kijkers in de comments wel een gesprek aangaan. Als ik vind van ja, dat. Dus smash zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. Tot de volgende keer. Adios, bitches.